weet niet wat het is. Ik voel me fucking goed vandaag. I don't know what it is. Het komt hoogstwaarschijnlijk door dit boek. Ik heb een boek van Kim Kardashian. En het staat vol met selfies van Kim Kardashian. En niks anders. Life is good. Oké, dit is de enige tekst die in dit boek staat. Dat is niet waar, maar ik doe alsof. The pictures in this book bring back so many memories. Spanning almost a decade. The only... they are only a small fraction of the thousands of selfies we considered for publication. Ik hou van mijn vrienden. Joost, dankjewel voor deze boek. Dit boek. Oké, wat ga ik vandaag... Wat moet ik met dit boek nou dan? Kim, als je dit ziet, shout-out naar jou. Hallo, ik ben Kim Kardashian West en ik heb een boek geschreven met allemaal plaatjes. En ja, ik ben er best wel trots op. Kelvin, die gast van de Kelvlog, weet je wel, die hebben een shout-out gegeven. Daar heb ik hem heel erg voor bedankt. Kelvin, bedankt. Yes! Oké, ik ga jullie vandaag vertellen hoe YouTubers geld verdienen. Dat is niet echt helemaal waar. Ja, wel. Ik ga het je wel vertellen, maar ik maak er een spelletje van. Let's go! Ik ga jullie vandaag in de maling nemen. Nee, ik ga jullie niet... Hoe doe ik dit? How do you do this, Kevin? Kelvin. Het gevoel wat ik heb als iemand mij Kevin noemt. Als ze dan zeggen, oh ja, leuk je te ontmoeten, Kevin. Ik klap dan zo een beetje dicht. Weet je, als een soort van, als een muizenval. Gewoon zo, hey, was een goede meeting. Dankjewel, Kevin. Beetje dat, maar dan van binnen. Oké, YouTubers verdienen natuurlijk geld. Ik verdien ook geld met YouTube, dat kan ik heel eerlijk zijn. Anders zak ik geen tijd, anders zak ik nu op school. And that wouldn't be good. Nope, it wouldn't be good. Maar er zijn nogal verschillende opvattingen over hoe YouTubers daar geld verdienen. En sommige, wow, what the fuck gebeurt hier? Oh, dat was een reflectie van de boot. Holy shit, ik dacht, wow, Jesus is upon us. Jesus is upon us. YouTubers verdienen geld met YouTube. En we weten dat allemaal. En er zijn verschillende opvattingen over hoe dat is en hoe dat kan. En ik ga jullie vandaag 4 verhalen vertellen. En een aantal daarvan, of één daarvan, of helemaal niks is de waarheid. En de andere zijn bullshit. En ik wil graag met jullie een spelletje spelen. Ik vertel 4 verhalen waarover hoe YouTubers... Wow, man. YouTubers verdienen geld. Ik vertel 4 verhalen. Jullie moeten laten weten welke van die verhalen de waarheid is in de comments. En als je dat wint, dan win je niks. Nee, wat? Ik ben gewoon benieuwd hoeveel van jullie het goed hebben. Dus luister goed. Luister en huiver. 4 verhaaltjes. Let's get it, man. Let's go. Oké, de eerste manier voor YouTubers om geld te verdienen is door de abonnees. Over het algemeen is het natuurlijk bekend dat als je op een tijdschrift abonneert, dan moet je zelf als klant, dus zeg maar als tijdschriftmens, persoon, ik heb geen tijdschrift, ik wou illustreren, maar it's not gonna happen, because I don't have a tijdschrift. Als abonnee betaal je dan geld aan de uitgever, zodat zij het tijdschrift kunnen maken. Zo simpel is dat. Alleen als YouTuber of als kijker van YouTube betaal jij niet aan YouTubers. Dat zou kut zijn, want als je het niet door had, dan was je waarschijnlijk blut. Omdat iedereen geabonneerd is op 500 mensen tegelijkertijd. Yes. Wat YouTube dus doet om hun makers op hun platform te houden, dus op YouTube in plaats van op filmpjes.nl of op Vimeo of op wat dan ook. Maar YouTube zelf heeft iets super slims bedacht. Want er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je video's kan delen met de buitenwereld. Via Facebook, via Vimeo of wat voor websites dan ook. Tegenwoordig kan het op andere websites dan YouTube. Dus waarom zou je het als YouTuber dan nog op YouTube doen? Want ik kan bij wijze van spreken nu op Facebook video's gaan uploaden, want er zitten ook heel veel mensen op Facebook. Dus waarom zou ik dan op YouTube uploaden? En YouTube zag dat aankomen en die hadden zoiets van, oké, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat YouTubers, dat mensen die video's maken op ons platform blijven in plaats van dat ze hun video's ook op Facebook gaan zetten of alleen maar op Facebook. En toen heeft YouTube bedacht, oké, we gaan de YouTubers, de grote YouTubers met meer dan 100.000 abonnees, gaan we per abonnee gaan we betalen. Dat bedrag is afhankelijk van hoeveel views je genereert en hoeveel van die abonnees er actief zijn, maar over het algemeen zweeft het ergens rond de 50 cent per abonnee. Dat is de reden waarom ik op YouTube zit, dat is de reden waarom ik mijn video's, deze video's staan niet op Facebook, staan niet op alle andere dingen, want dan zou ik veel meer views pakken. Maar ik heb de afspraak gemaakt met YouTube dat zij betalen me 50% voor abonnee. En ik beloof hun dat ik op YouTube blijf voor een bepaalde periode in ieder geval. En dat ik mijn video's niet op platformen zoals Facebook of waar dan ook zet. Maar gewoon alleen op YouTube. That's it. It's money. We all need money to eat bread, people. We all need the money to eat bread. Yes, we do. Dus dat is manier nummer 1 voor YouTubers om geld te verdienen. Super tof. En daarom willen YouTubers dus ook veel abonnees. Want dan hebben ze meer money. Ja, hey, geld. Geld, geld. Bakken met geld. Ik ben nog lang niet. Oké, de tweede manier voor YouTubers om geld te verdienen. Dat boertje was even nodig. It makes me feel good. It makes me feel zen.
It's how I live my life, so you rather live with it or you get the fuck out of here, eh? De tweede manier voor YouTubers om geld te verdienen is per view. Per view kunnen YouTubers ook geld verdienen en daarvoor heb je de 100.000 grens niet nodig, maar kan je eigenlijk vanaf vandaag, dus als jij een YouTube kanaal start, kun jij al geld verdienen als jij één view hebt. Eén view staat dan ongeveer gelijk aan 0,001 cent of zoiets. En dat is niet eens een fysiek bedrag, dus ik zou je aanraden, mocht je nou een beetje geld willen verdienen, moet je meer hebben dan één view. Dat is, ja, it's how it works. Ik heb het niet bedacht, hè. Dit is YouTube. Nee, het bedrag per view is bij iedereen ook weer verschillend, maar het gaat niet om immense bedragen of zoiets. Maar het is gewoon zo, door middel van de advertenties die je hier dus in beeld zag voor deze video begonnen en hieronder en hiernaast, hier denk ik ofzo, of hier, hier denk ik, yeah, there it is. Door middel van dat, stel dat hier bijvoorbeeld schaamhaarkraam Jaap zou staan. Schaamhaarkraam? What the fuck, Kelvin? Schaamhaarkraam Jaap staat hier en die betaalt Google een bepaald bedrag om een advertentie hier te kunnen plaatsen. En Google krijgt dat bedrag en geeft een deel van dat bedrag aan mij, omdat hier schaamhaarkraam Jaap staat. Schaamhaarkraam Jaap, what the fuck? Als er iemand is die een edit gaat maken van schaamhaarkraam Jaap met mijn hoofd, dan ben je legende. You are the legend. Tag me op Instagram, Calvin. Maar omdat hier dus die advertenties staan en dat er per video, soms per video als deze video meer views had dan normaal, dan genereert hij ook meer inkomsten, omdat die advertentie van schaamhaarkraam Jaap vaker wordt bekeken. Oké, okay. That's story number two. It's story number two. It's good, yes. De derde manier voor YouTubers om geld te verdienen is niet alleen voor YouTubers, maar voor bekende mensen in het algemeen. En aangezien YouTubers tegenwoordig steeds bekender worden, geldt het ook voor hun. Snap je? Yeah, you get it. Yes, yes, yes. Zij verdienen geld door het gebruik van bepaalde social media. Want, jullie weten het misschien niet, maar we kennen natuurlijk allemaal Twitter, Instagram en Snapchat. Maar wat jullie misschien niet weten is dat er daarbuiten daaromheen zijn nog veel meer apps zoals dat. Er zijn nog veel meer remakes van Twitter. Er zijn nog veel meer andere versies van Instagram. Er zijn nog veel meer andere versies van Snapchat. Maar de reden waarom die drie apps bijvoorbeeld zo bekend zijn geworden is om het volgende. Deze sociale media, ik weet het in ieder geval van Twitter, Snapchat en Instagram. Zij betalen bekende mensen, dus mensen met veel volgers, betalen zij om actief te zijn op die social media. Wat moet je je voorstellen dat Twitter bijvoorbeeld, Twitter bestaat natuurlijk al jaren en ik heb al heel lang Twitter en de reden waarom ik erop blijf en dat ik niet, I'm overexcited for this shit. De reden waarom ik op die social media blijf is omdat ik betaald word om erop te blijven, want ik zou heel gemakkelijk, en niet alleen ik, maar andere YouTubers ook, we zouden heel gemakkelijk naar een andere app kunnen gaan die wij veel toffer vinden, bijvoorbeeld. En daarom hebben we de afspraak gemaakt met Snapchat. Het is eigenlijk net als werk. Het is eigenlijk net je werk. Als je werkt bij tandartspraktijk A, daar krijg je betaald voor om daar te werken. En je gaat dan niet in één keer bij tandartspraktijk B werken, want je krijgt daar betaald. Snap je? Zo zit de wereld gewoon een beetje in elkaar. Snap je? Ja. Dus als je betaald krijgt om op Snapchat te zitten, waarom zou je dan naar Flapchat gaan om daar je shit? Snap je? You get the point. Het zijn overigens geen massieve bedragen of zoiets, maar het is toch mooi meegenomen door het sturen van tweetje. Yes. Oké, okay, een andere manier voor YouTubers om nog meer geld te verdienen. Ja, het kan. YouTubers kunnen blijkbaar super. Jullie weten trouwens niet, al deze verhalen zijn waar, hè? Dus denk nou, besef je dat even. Maar goed, deze manier voor YouTubers om geld te verdienen gaat door het laten zien van merken in hun video's. Bijvoorbeeld, ik illustreer even een voorbeeldje. Ik drink uit deze beker. Dit is water, maar laten we zeggen dat dit drankje heet pikvis. Shoutout Nathan, let's get it. Dan zou ik in plaats van het gebruiken van dit, zou ik dit gaan doen. Dan zou ik bijvoorbeeld de video beginnen met: yo jongens, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin. Oh no, wat is dit zeg? Ja Kelvin, wat heb je daar? Nou ja, ik drink even lekker pikvisje, komt u. Lekker zeg. Lekker. Pikvis is mijn favoriete drankje. Ook die van jou? Pikvis is op zoek naar nieuw talent. Dus klik op de eerste link in de beschrijving en meld je aan als Pikvis Reporter. Voor op het Pikvis platform van het Pikvis drankje. Lekker ook te verkrijgen in de supermarkt. Om dat te zeggen, weten jullie als kijkers dus van het bestaan van Pikvis? Nathan betaalt me niet om dit te zeggen trouwens. Dat je het even weet. Het is niet dat. Het is heel raar wat ik nu doe. Pikvis is wel een drankje wat bestaat natuurlijk. Het is echt super lekker. Maar jullie als kijkers weten dan dus van het bestaan al. Het is net als je reclame maakt op straat of op de televisie. Omdat mensen televisie kijken. Tenminste, tegenwoordig kijkt niemand meer tv. Maar stel je voor dat de mensen. 10 jaar geleden, oké? Okay? 10 jaar geleden keek nog iedereen televisie. En toen zagen ze reclames. En toen dachten ze: jullie snappen het effect van reclame. En dat doen drankjes als Pikvis dus ook in mijn video's. Dus ik krijg heel veel geld van Pikvis nu om dit te zeggen. What the fuck? Welke van deze vier manieren is juist? Welke van deze vier manieren voor YouTubers om geld te verdienen is geen bullshit? Welke van deze vier manieren is juist? Misschien zijn ze wel alle vier juist, of alleen twee, of één, of drie. I don't know. Nog één keer voor jullie op een rijtje. Dus omdat YouTubers geld verdienen met abonnees, omdat YouTubers geld verdienen met views, omdat ze betaald worden door het gebruik van sociale media, of omdat ze Pikvis moeten drinken. Hier is Pikvis. Pikvis dranken, blanke baren.
Laat het hieronder in de comments weten. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat zit bij jullie. Misschien weet je het wel. Mensen gaan echt discussiëren in de comments. Dat ik nu al. I like it. Geef deze video sowieso een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Want ik maak nog super veel meer video's zoals deze. Dit is super leuk. Yes, I'm out of here. Thank you very much. I love you. Kelvin, out. I love you. Like. Ik ga op Tinder. Voor de mensen die niet weten wat Tinder is. Tinder is een app waarop je dan. Het is een soort datings app. Van hey, ik ben Kevin. En ik ben single. Ik ben Kelly. Ik ben ook single. Let's fuck. Nou, het is niet per se. Het is ook gewoon. Mensen worden soms ook verliefd gewoon erop. Ik heb wel best wel veel mensen die verliefd zijn geworden via Tinder. Tinder, good job. En nou ben ik een aantal weken geleden ook op.